Ja, goedemiddag Marcel. Een opvallend statement in de Provinciale Staten. Ze zijn op dit moment volop aan het vergaderen in het provinciehuis in Overijssel. De PVV die wil namelijk varkensstrijdster Tanja Nijmeijer uit Denenkamp laten verklaren tot persona non grata. Bij mij staat lijsttrekker Edgar Mulder van de PVV. Meneer Mulder, wat is dit nou weer? Dat is een heel goed voorstel, dank u wel. Maar waarom wilt u Tanja Nijmeijer niet meer binnen de grenzen van Overijssel hebben? Nou, we zaten gisteren te kijken naar het buurtcafé van de PvdA, Pauw in Witteman. En daar werd wederom aandacht besteed aan deze dame. Hoogst irritant al die aandacht. Maar er werd gezegd dat ze vrolijk 2 weken op vakantie wilde gaan in Overijssel. En hier ook les gaan geven aan onze kinderen hoe je een succesvolle terroriste wordt. En dat lijkt me niet echt handig dat we dat toestaan. Dus vandaar onze oproep. Nou, dat u er niet blij mee bent, daar kan ik me iets meer voorstellen. Dat is een persoonlijke voorkeur. Maar persona non grata, dat is toch gewoon iets wat veel te ver gaat? Nee, helemaal niet. Het is zelfs een hele voorzichtige, vriendelijke oproep om niet naar Overijssel te komen. En uiteindelijk moet ze natuurlijk gewoon gearresteerd worden, uitgeleverd aan Amerika en voor jaren opgeborgen. Maar het is een begin. Nee, maar u vraagt erom, en u zegt het is geen leuke oproep aan Tanja Nijmeijer. U wilt er gewoon verbieden om nog ooit in Overijssel te komen? Nou, ze kan sowieso helemaal niet naar Nederland komen. Maar mocht ze het al willen proberen, dan laten we nu in ieder geval zien aan de wereld dat wij niks met deze mevrouw te maken willen hebben. Het is een statement. Allemaal leuk en aardig, meneer Mulder, maar nou bent u lid van de Provinciale Staten. Misschien neemt u zelf heel erg serieus. Vindt u het heel belangrijk wat u hier doet? Maar volgens mij gaat u hier toch vooral over wegen, water, een beetje infrastructuur, wat milieu, en niet over Tanja Nijmeijer. Nou, dat is niet helemaal waar. Ten eerste willen we de Provinciale Staten helemaal opheffen. Het is een overbodige bestuur. Dus zo serieus nemen we ons hier niet. Maar wat wel belangrijk is, is om te weten dat je wel als een regionale overheid iemand persona non grata kan verklaren. Dat heeft de situatie in Amsterdam heel duidelijk gemaakt in 1986... waar de gemeente de schrijver Hermans persona non grata verklaarde. Toen kon het, toen was iedereen dol enthousiast, en wij vragen alleen maar om hier nu hetzelfde te doen. En Edgar Mulder van de PVV, die gaat de grenzen bewaken? Persoonlijk, samen met u. We gaan samen patrouilleren. Nou, ik weet niet helemaal of ik achter u sta. Maar PVV-fractievoorzitter Edgar Mulder van de Provinciale Staten dus. Hij heeft vandaag opgeroepen om Tanja Nijmeijer uit Denenkamp tot persona non grata te laten verklaren. Omdat ze lid is van de VARK.